Het Geheugenspel is de nieuwste film van Jan Verheyen. De film is knap gemaakt, ziet er mooi uit om naar te kijken en dat kan ook wel gezegd worden van de acteurs en actrices in de film. Onze filmmakers wentelen zich doorgaans zeer graag in de zelfkant van de maatschappij. En prima, voor mij niet gelaten, maar in dit geval vond ik het leuk om het effectief, om die lijn door te trekken, die esthetische lijn door te trekken. Dus ze zijn allemaal inderdaad, zoals de Amerikanen dat dan zo mooi noemen, easy on the eyes. Vergeleken met 5 à 10 jaar geleden wordt er veel meer met diversiteit rekening gehouden tijdens het castingproces. Ik zal daar eerlijk in zijn. Ik denk dat we daar nu, binnen in de tijd waarin we leven, dat we daar nu meer rekening mee houden dan dat we dat misschien 5 jaar geleden zouden gedaan hebben. Nog een nieuw element de voorbije jaren, meer bepaald sinds MeToo, is de intimiteitscoördinator. Dat is iemand die meehelpt om intieme scènes te regisseren. Door die intimiteitscoördinator als enerzijds buffer, maar in ons geval dus ook iemand die creatief meedenkt, hoe kunnen we het zo sexy mogelijk maken zonder dat mensen oncomfortabel worden. Ik kan daar eigenlijk alleen maar voor zijn. Lees ons interview en onze recensie nu op paalnieuws.be en in het Paliterke.